Als ik dat moet samenvatten, welke de twee belangrijkste zijn, is één, de afsplitsingsverplichting tussen zeg maar de retail-activiteiten en de handelsactiviteiten. Als de handelsactiviteiten de grens van 15 tot 20% te boven gaat, dat moet nader vastgesteld worden. En de tweede belangrijke conclusie is een gestructureerd bail-in regime, wat ook een duidelijke rangorde heeft en wat ex ante ook bekend is voor de financiële markt. Uitgangspunt van de commissie was de horizon van het realiseren van de Europese bankunie. En als wij ervan uitgaan dat die Europese bankunie full-fledged pas over 8 à 10 jaar zeg maar in werking is, dan moeten wij dat ook als uitgangspunt hanteren voor de structuur van het Nederlandse bankwezen. Hè? Want we moeten natuurlijk ook denken dat het level playing field, het speelveld, gelijk blijft. En die belangrijkste conclusies, kunt u die uitleggen? Laten we eerst beginnen met de afsplitsingsverplichting van handelsactiviteiten. Als op een zeker moment een bank, zeg maar handelsactiviteiten die nauw omschreven moeten worden, de 15 tot 20% erboven gaan, dan zal op een zeker moment het bankwezen inderdaad gewoon die activiteiten moeten afsplitsen in een aparte entiteit. Zolang dat niet het geval is, is dat geen probleem, maar het risico is zeg maar zo groot voor die handelsactiviteiten dat uiteindelijk als dat die grens te boven gaat, dat je dus inderdaad daar ook conclusies aan moet verbinden. Het is overeenkomstig ook de conclusies van het rapport van de commissie Liikane, die op Europees niveau dat allemaal in beeld heeft gebracht. En het is heel belangrijk dat wij dus ook Europees in de pas lopen met die afsplitsbaarheid van die handelsactiviteit. En de andere conclusie? Andere conclusie is natuurlijk ook heel erg actueel op dit moment, ook met het ESM. Er wordt veel over gediscussieerd. Wat is op zich met het bail-in regime? Bail-in regime wil zeggen wie wordt op zich voor wat aangeslagen. Nou, dat zijn inderdaad de aandeelhouders. Die hebben altijd natuurlijk op zich met verantwoordelijkheid. Maar daarnaast ook de obligatiehouders. De obligatiehouders moeten van tevoren weten inderdaad op een zeker moment waar zij, in welk geval zij op een zeker moment aangeslagen kunnen worden om op een zeker moment mee te betalen aan het overeind houden van de bank of desnoods in het geval van een faillissement van de bank. En dan de laatste trap zijn de depositohouders. We kunnen natuurlijk zeggen dat depositohouders onder de limiet van 100.000 euro nooit aangeslagen worden. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is spaargeld wat gegarandeerd is. Daar wordt ook een verzekeringspremie voor betaald. Maar de depositohouders boven 100.000 kunnen natuurlijk in principe ook aangeslagen worden, maar wel als laatste in de rij. En het is heel belangrijk dat die rangorde heel duidelijk is, ook ex ante vooraf, zodat iedereen zich daarop in kan stellen. Als al deze conclusies over worden genomen door de regering en het parlement, wat dan? Dan gaan we naar een bankwezen. Want dat was ook de opdracht van de commissie, structuur Nederlandse banken. Dan gaan we naar een systeem van banken waar we nooit 100% de risico's van faillissement kunnen uitsluiten. Dat kunnen wij niet. Ook met al onze adviezen en aanbevelingen niet. Wat we wel kunnen doen is de distance to default, dus de afstand tot faillissement vergroten. Dat is ook het uitgangspunt geweest van de commissie. Hoe vergroten wij de afstand tot faillissement voor banken? En dat we daarbij een heel duidelijk, zeg maar, structuur van aanbevelingen doen die dat zoveel mogelijk voorkomen en als het zich voordoet, de schade voor de belastingbetaler zoveel mogelijk beperkt.